Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe vlog van Renzo. Zo, ik ben lekker vrij vandaag. Ik moet eigenlijk om 12:30 beginnen, 1 uur, bij werk. Maar ik ben vrij vandaag. Gisteren was ik ook vrij van mijn werk. Ik heb gisteren een sollicitatiegesprek gehad bij een nieuwe baan in Sassheim. Daar moet ik over nadenken, wat ik wil. Gaat over printers. Gaat heel Nederland door. Heel Nederland. Dus ik moet er over nadenken. Straks hoor je meer. Vandaag is een speciale dag. Belangrijke dag. Ik moet vandaag naar het ziekenhuis. Omdat ik natuurlijk een waterbreuk in mijn balzak heb. Dat wisten jullie natuurlijk. Daarvoor ga ik naar het ziekenhuis voor een gesprek om 10 voor 11. Daar ben ik zo voor wakker. Het is nu 9:30. En ik neem jullie mee vandaag richting het ziekenhuis en richting de stad. We gaan lekker ook even eten in de stad. En straks zie je niet meer. Ik neem jullie mee. En wel gelukkig dat jullie er zijn. Doe een duimpje omhoog als je deze leuke vlog vindt. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. Ga zo door met abonneren en doe een belletje aan, dan kun je altijd mijn vlogs in de gaten houden, jongens en meisjes. En ik zie je straks als ik onderweg ben. Doei, doei, tot zo. Doei. Goedendag. Mijn vrouw is hier wel gestaan. Ja? Ja. Oude gemeentehuis, stadhuis van Leiden. Hoe is het dan? Wat heeft u besteld? Een broodje tonijnsalade. Hoe ziet het er lekker uit? Heerlijk. Heerlijk. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Aan het water. Heerlijk. Wel een beetje frisjes, maar we zitten in het zonnetje. Het is lekker hier. Lekker. Heerlijk. Goed idee van jou, maar lekker. Ik weet dat het koud zou zijn, maar het was lekker. Ja, super. Nu naar de H&M. Zo, lekker in de stad geweest. Broodje gegeten, broodje tonijn. Met hem samen. Ja. Ziekenhuis geweest.
update kan tussen de 2 of 3 maanden duren, wat geholpen wordt. En er is geen spoed, het is gewoon wel opgezwollen en alles, wat ik vanochtend toen u vertelde. Maar het kan wel 2 of 3 maanden duren dat ik geopereerd word aan de onder. Dus ja, ik hou je sowieso op de hoogte. En ja, ik heb een lekker dagje gehad. Zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Teletubbies komen schoon. Lekker gegeten. En ja, hij heeft al kaarsjes gekocht voor mijn verjaardag. Voor op de taart. Dus ik ben bijna jarig. Op mijn verjaardag kon ook een nieuwe vlog natuurlijk. Dus dat komt helemaal goed. Dus nou, update hebben jullie even voor mij. Verder weet ik nog niks, dus even afwachten. En morgen krijg ik een mail van het ziekenhuis. Dan moet ik even vragen in beantwoorden en inschrijven en alles voor mijn operatie. Ja, nee, ik heb geen updates, dus... Nieuwe baan? Oh ja, een nieuwe baan. Daar kom ik zo even terug. Ja, ziekenhuis, geen updates. Maar ik heb ook goed nieuws. Ik heb natuurlijk een nieuwe baan wezen zoeken. Gisteren een gesprek gehad bij GPEX in Sassheim zit dat. En ja, ik ga voor ik dinsdag en donderdag meelopen. Een dagje meelopen, even kijken hoe het is. Ik heb net gebeld de eigenaar van het bedrijf. Dus voor ik dinsdag en donderdag kan ik meelopen op even een dagje meelopen hoe het is. En ga ik bij Reuring heel misschien stoppen, dat is nog niet zeker, maar ik krijg nog een update van mij. Via Instagram of TikTok of zo, maakt niet uit. Dat komt helemaal goed. Nou, we zijn nu onderweg naar huis en lekker rustig dagje. Het is best wel druk in Leiden, dus ja, lekker. Jongens, meisjes, ik zie je straks. Doei doei! Ik weet niet zo goed hoe je daar moet komen. Het ziet er leuk uit. Een gedeelte wel over Leiden. Zo jongens, meisjes, ik ben thuis gekomen. Ik heb een heerlijke dagje gehad vandaag. Ik heb niet zoveel gedaan. Ziekenhuis geweest, wat heb je allemaal gehoord. Lekker gegeten. En ja, nu lekker thuis. Ik ga zo mijn video editen. Ik ga deze vlog afsluiten, jongens en meisjes. En ik wens jullie nog een fijne dag nog verder. Fijne vakantie, als je mensen vakantie hebben. En sorry, ik ben ook even live, sorry. Een momentje, loop kom even langs. Echt laat zien. Nou jongens, meisjes, ik wens jullie een fijne dag, fijne vakantie als mensen vakantie hebben. En laat een reactie achter deze vlog, wat je van deze vlog vindt. En ik wens jullie een fijne dag nog verder. Geniet van een mooi weer. Hartstikke mooi weer, blauwe strakke lucht. Dus hey, goedemiddag allemaal. Dus doe je duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal hier beneden. Zet je belletje aan, dan kan je altijd mijn vlogs in de gaten houden. En ik wens jullie nog een fijne dag nog verder. En ik zie jullie. Groetjes, Renzo. Doei doei.